Brownie Pepper. Ja? Ja, hij maakt twee. De eer was zondag aan Bert Willems om het vernieuwde Schakelplein in Meurne te openen. Het pleintje behoort nu tot het herontwikkelde Dorpsplein. Het Dorpsplein wordt opnieuw ontwikkeld omdat we een aantal jaren terug het multifunctioneel centrum hebben gerealiseerd. En de deal met de gemeente was dat dan ook het Dorpsplein opnieuw ontwikkeld zou worden, heringericht zou worden. Dat was een taak van het multifunctioneel centrum. En de dorpsraad heeft daarbij gezegd, dan gaan we met alle omwonenden rondom het plein kijken of we het extra mooi kunnen maken. Nou, hier heeft dat betekend dat we met het kindcentrum, met de Don Bosco, de scouting, en met de Dorpsraad en het Multifunctioneel Centrum en Stichting Samen, WMO-activiteiten voor ouderen, hebben gekeken wat kunnen we hier maken met elkaar, zodat we meer plezier hebben van het pleintje. Dus niet alleen voor jongeren, maar ook voor wat ouderen om hier af en toe eens te kunnen komen, als opa en oma van alle kindjes hier in het dorp. Het is echt een dorpsontwikkeltraject geweest, waar een heleboel mensen zich hard voor hebben gewaakt en een warm hart voor hebben. Ja, en dat zie je ook wel, want die komen dan ook vanochtend nu om samen het te openen. En het is zo te zien een groot succes voor de kindjes, want we hebben volgens mij de juiste toon gezet. Het Schakelplein kan de hele dag door gebruikt worden. Nou, overdag is de toezicht is gewoon voor de leidsters, hè, want die zijn dan degene die verantwoordelijk zijn voor de kinderen. Als Don Bosco er is, dan is de leiding van de Don Bosco er. 's Avonds dan wordt alles opengesteld, dus het is ook openbaar speelterrein. Nou, openbaar speelterrein wil dus gewoon zeggen van dat kindje zelf goed op moeten letten en ouders verantwoordelijk zijn als hun kinderen zich een buil vallen. Dat is zoals als een kindje buiten gaat spelen, dan is dat zo. Dus wij zorgen dat in ieder geval de omgeving veilig is. Maar ja, wat er hier gebeurt en wat voor stunten ze uithalen, dat is natuurlijk aan hun. Hè? Ja. Het pleintje is ontwikkeld volgens het concept natuurlijk spelen. We hebben gekozen voor natuurlijk spelen omdat we zien dat met vast ingerichte toestellen, een wipkip of een glijbaan, nou, dat doe je 1 of 2 keer. En dat is vastgesteld, daar komt weinig fantasie aan te pas. Dit is echt bedoeld om de kinderen weer wat meer in contact te brengen met een wat natuurlijk groen, met wat rondere vormen en zelf bedenken van wat je met die omgeving gaat doen. Dus je ziet hier ook heel weinig, ja, 1 wipkip hebben we overgehouden, maar voor de rest is het eigenlijk zo ingericht dat ze zelf moeten nagaan denken wat ze ermee gaan doen. En we zagen ook gelijk het verschil, want voorheen had je een vierkant plein met alleen maar stenen. Ja, dan ga je rond, dan ga je rijden, maar dat doet niet veel. En hier zie je van dat ze parcoursjes gaan rijden, ze gaan racejes houden met elkaar. Ze gaan van alles doen tussen en met de omgeving. En het daagt ook de hele kleintjes uit om toch echt heel erg dapper te zijn door een stenen parcours te lopen. Dus in die zin van is het wat meer de fantasie prikkelen. Wat iets meer risicovol leren spelen, zodat ze ook leren inschatten van wat ze wel en wat ze niet kunnen en wat veilig is en niet veilig is. Ook de medewerkers van Kindercentrum Het Nest kijken er naar uit om met de kinderen naar buiten te gaan. Ja, ik vind het een heel mooi concept. We hebben natuurlijk, eerst hadden we gewoon eigenlijk een grote tuin waar verder niet heel veel aan te bieden was. Maar nu merk je dat kinderen gewoon heel erg aan het ontdekken zijn, heel veel plezier beleven. En dat geeft ons ook weer heel veel plezier. Wij gaan hier heel fijn gebruik van maken. We hebben sowieso een hele mooie buitenbox voor de allerkleinste kinderen onder ons. Maar we hebben ook natuurlijk een hele mooie ontdekkingstuin. Het Nest is echt wel van het natuurlijk buitenspelen. Dus ja, alle hoekjes waar ze zich in kunnen verstoppen, kunnen ontdekken, fietsen, ja, noem maar op. Dus, ja. Het kostte aardig wat geld om een pleintje te realiseren. Dus we hebben Jantje Beton aangeschreven. Die was zo goed om ons een bedrag te schenken. Het coöperatiefonds van de Rabobank heeft een bijdrage geleverd. Het Nest zelf, dus de kindopvang, kindcentrum zelf, heeft een deel bijbetaald. Stichting Samen in Leunen heeft wat gedoneerd. De scouting heeft wat bijgedragen in zelfwerkzaamheid. De dorpsraad heeft bijgedragen in zelfwerkzaamheid. En uiteindelijk heeft het geresulteerd dat we zien wat we hier dus vanochtend zien. Er wordt op 5 juni nog wel een boom verwijderd van de plein. Maar daar tegenover staat dat Joeks Kapel Krom door de Bocht heeft aangegeven een nieuwe boom te willen schenken. Hey.